Weet je dat ik bij, als ik bij Wees 20 maar gewoon Juggernaut kan kopen, dan ben ik binnen. Dan heb ik een Pekkenpunch item. Ik had het even om moeten keren. Eerst Juggernaut, dan Pekkenpunch. Maar dat heb ik niet gedaan. Krijg ik ook punten hiervoor? Nee, hè? Kut. Dit kun je gewoon niet zonder Juggernaut doen. Dat is gewoon het hele moraal van het verhaal. Je wordt zo vaak geraakt op dit punt. Dat het gewoon niet meer echt goed mogelijk is om dit zonder enige... Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik toch! Dat is niet mogelijk. Iedereen, ik weet zeker dat ze allemaal Juggernaut hebben. Maar ik had voortaan, als ik zo ver ben en ik wil zo graag iets Pekkapuntje, dan wacht ik eerst dat ik in ieder geval Juggernaut nog heb. Want het is zonder Juggernaut gewoon niet goed. Nee. Ja, hij moet mij de hele tijd in veilig. Dat is niet leuk. Wat gebeurt er? Ik buk. Letterlijk. Bijna Juggernaut. Dat is nu het enige waar ik voor ga, hè. Ja, dat dacht ik wel. Ik kan bijna Juggernaut kopen. Dan ga ik wel. Ik ben wel heel vaak dood gegaan. Maar het gaat er in ieder geval om dat ik bij round 20 kom. Dan heb ik in ieder geval het gehaald. Dan gaan we het nu verschuiven, hè? Dan gaan we het nu naar round 30 verschuiven. Dat weet u. Of 25. Het is nu. Het was eerst road to round 20. Nu is het road to round 25. Mooi dit. Nee, niet doodgaan jij. Revive me maar wanneer jij denkt dat het moment is, mijn vriend. Ja, als ik nu niet... Ik moet nu, de wave moet nu niet afgelopen zijn. Niet... Als de wave nu afgelopen is, heb ik geen Juggernaut. Dan wordt het onmogelijk. Ik ga dingen hermaken. Het kan. 500 punten met hermaken, is dat mogelijk? Hier is het ook al gedaan. Nee. Shit. Geen Juggernaut voor Job. Oh, daar, daar, daar. Ja, nog niet. Kan er niet nog één wave komen? Alles is alweer hermaakt. Oeh. Nice. Nee! Oh, nee. Ik heb geen... Ja, wave 20, het is gehaald. Round 20. Alleen, ik heb geen Juggernaut. Shit. En trouwens, dit kan trouwens ook gewoon... als het te lange parts worden, knip ik ze in tweeën. Voor de mensen die dat trouwens nog niet wisten. Dat heb ik nog niet echt verteld, maar dat is wel zo. Als de parts echt een half uur gaan duren of zo, dan moet ik het gewoon in tweeën knippen. Dus dat jullie dat even mogen onthouden. Zo van, hey, Job. Zijn de video's altijd? Hoe kan het dat die opeens stopt? Nice. Dan is dat dus omdat ik het in twee keer... Oh, wacht, ik kan Juggernaut nu wel halen. Ik kan Juggernaut nu proberen te halen. Dan ga ik waarschijnlijk gelijk dood. Dan ben ik dus en Juggernaut kwijt. En dan is het niet gelukt. Maar ja, dan heb ik wel wat. Dit is ook geen doen. Dit is geen doen. Ja, maar als ik wave 21 hou, kan het wel. Maar voortaan, jongens, wat hebben we weer geleerd? Eerst Juggernaut, daarna Pekkapunch. Fucking simpel eigenlijk. Maar ja, ik had het niet in mijn oren geknoopt. Maar nee, als de episodes bijvoorbeeld echt 30, 40 minuten duren, dan heb ik het in episodes van 10 à 15 minuten. Dus dat jullie dat even weten. En dat is dus niet omdat ik dan ga zeggen, bij zoveel likes, ik kon het gewoon online. Maar dan, anders wordt het ook heel erg moeilijk met renderen en uploaden. En ik wil gewoon wel, dan wordt het gewoon geknipt. Dus dat jullie dat wel even weten. Vandaar. Ik denk, ik zeg het even, weet je wel. Ik zeg het even. Voor de mensen die denken, hé, joh, de vorige keer was je toch ook met dit potje bezig. Dat kan kloppen. Dat hoeft niet, maar dat kan kloppen. Dus vandaar. Nee, 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 ik wil niet dood! Nee! Ik had Tombstone moeten halen. Ik had echt Tombstone moeten halen. Kut. Maar ik heb round 20 gehaald. En dat was eigenlijk het hele moraal van het verhaal. En weet je wat het is? We hebben eerst, hoe heet dat, Juggernaut nodig. Daarna Tombstone.
En daarna pekkenpuntje. Want ik wil zeggen dat als je nu, als ik nu dood was gaan, ik had Tombstone, was er niks aan de hand geweest. Maar ik heb geen Tombstone gekocht. Dus ik had en Tombstone moeten halen. En daarna had ik eigenlijk pas moeten pekkenpuntje. Dat is een beetje het hele probleem. Nou ja, ik ben in ieder geval dood. Dus ja, geniet hiervan zou ik zeggen. Geniet hiervan. Ik neem even een slokje van mijn drinken en dan kunnen jullie genieten van de andere spelers. Ook moet ik zeggen dat ik mezelf wel goed begin te vinden worden. Dat ik wel beter begin te worden. Dat moet ik wel toegeven. Ik begin wel beter te worden hierin. En dat is natuurlijk ook deels waar ik het voor deed. Om ook gewoon iets beter te kunnen worden in schietgames. En dat word ik nu ook. En misschien kunnen we dit wel vaker gaan doen op Doe Maar Gamen. Oh, ik heb een punt heb ik nog wel. Maar niet mijn wapens. Wauw, mijn leven is zwaar naar de kloten. Mijn leven is heel zwaar naar de kloten. Ja, ik ga toch eerst Juggernaut halen, hoor, dikke lul. Moet wel. En dan ga ik daarna wel... Ja, dan ga ik daarna dood. Ah, ik weet het ook niet. Ja, dat bedoel ik. Hoe wil je overleven? Met het Stardust pistool. In fucking wave 21. Ouwe, dat is hetzelfde als dat je gaat... Ja, ik kan hier geen eens een fucking... Ja, tenzij ik natuurlijk zo meteen iets anders... Dat is kut. Dit is heel kut, ouwe. Maar ik ben in wave 21, weet je. Dat is wel iets om trots op te zijn, vind ik zelf. Voor mij dan. Pff, nu is het echt een soort van ontloopvideo. Nee, tot nu toe. Kijk, nu moeten we echt even de boel gaan ontlopen. Want eerst was het zo van, ja, we kunnen wel gewoon een beetje lopen schieten. En een beetje schieten. En ja, ja, ja. Maar dat kan nu niet meer. Nu moeten we echt ontlopen, ontlopen en nog eens ontlopen. Ja, kijk, dat moet ik ook even onthouden. Ik kan ze niet meer killen. Er is geen ene mogelijkheid dat ik met alle kogels uit mijn pistool één zombie kan killen uit deze wave. Geen één fucking mogelijkheid. Dat zegt eigenlijk al genoeg over hoe fucked up ik momenteel ben. Wacht, ik heb nog granaten. Ja, kijk, dat was een goede zet van me. Dat moet ik toegeven. Double point, ja, daar heb ik wat aan. Ga je me nou serieus double point? Kijk wat ik heb! Ja, ik kan iets uit de random box kopen nu. Als ik deze wave overleef met mijn Stardust pistool. Oh my god, dat zou zo mooi zijn. Nu, er tussendoor. Gewoon bij mijn teamspelers blijven. Mijn teamspelers die hebben namelijk plasma pistool, wayguns en al dat soort dingen. Dus die kunnen me wel een beetje verdedigen. Of die kunnen in ieder geval de zombies rondom mij ook wegschieten. Als ik maar een beetje bij hun blijf. En dan kan ik zeg maar elke keer wel weer een pad vinden. Om mezelf weg tussenuit te laten lopen. Dat is zeg maar even mijn hele idee momenteel. En Juggernaut. Als ik nu nog mijn pekkenpunch wapen had. En ik had dit Juggernaut. Dan was ik binnen geweest. Maar dat heb ik dus niet. Snel. Let me fly. I believe I can touch the sky. Nee, het is niet let me fly, maar het is I believe I can fly. Ik hoop niet dat ik hier copyright gezaakt me krijg. I think about it every night and day. Spread my guns and shoot away. I believe I can come to round 20. And I can record it for my game kanaal. Doe maar gamen. I believe I can ontlopen alle zombies uit deze minigame. Of minigame, het is geen minigame, het is geen Minecraft. Ik speel veel te veel Minecraft, daarom zei ik minigame. I believe I can kill alle zombies die nu om me heen lopen met allemaal gestoorde tanden. Zonder tanden. Als ik nu verder kom, hè, dan ga ik me doodlachen. Als ik deze wave echt overleef gewoon. Wacht, Job, niet knijven. Onthoud dat nou eens, Job. Schieten kan wel. Of wat willen ze doen? Ze weten niet wat ze moeten doen. Ik schiet. Kijk dan. Ze gaan niet dood. Dit ziet er waarschijnlijk echt fucking retarded uit. Kijk dan. Schiet. Hé, wacht eens even. Hij wil niet dood. Schiet. Hé, wacht eens even. Hij wil niet dood. Schiet. Ik ga een granaat gooien. Nee, fuck jou, lul. Oh, random box. Waar is de random box? Is die hierboven, ja?